Mensen! Heer achterin! Dit is jullie examen. Dus heel even 10, 15 minuutjes aandacht. En dan is het oké. Jullie hebben, wat werd er net gezegd, in april examen, toch? Ja. Dat betekent dat je vanaf nu, wat hebben we, februari, maart, Lunes, wil je alsjeblieft weggaan? Dankjewel. Ik heb al een paar keer gezegd dat je moet dimmen, achterin. Het gaat door. Nu ja. Blijft het zo? Dankjewel. Overnieuw. Jullie hebben in principe over een week of 10 à 12 hebben jullie eerste examenronde. Dat is niet lang. Ik had al begrepen van een aantal studenten dat ze vorig jaar, laat ik het liefdevol zeggen, rustig aan hebben gedaan. Ik probeer het aardig te zeggen. Je stem neemt die op, hè. Maar dat is een uitdaging. Om die uitdaging een beetje weg te nemen. Er zijn een paar dingen die we de komende week gaan doen. Daar ga ik het eerst over hebben en dan ga ik vertellen wat het examen in grote lijnen inhoudt. Nummer 1. Jullie moeten eigenlijk minimaal hoofdstuk 1 tot en met 5 van het boek gebouwd hebben. Nee? Wacht, werken we naartoe. Een idealiter hoofdstuk 1 tot en met 10. Want in de laatste paar hoofdstukken zitten ook een aantal zaken die belangrijk zijn voor het niveau wat er van niveau 3 verwacht wordt. In de examens, in de diplomering en alles daaromheen. Ik begrijp alleen ook, dat als ik nu tegen jullie ga zeggen, je krijgt 3 weken de tijd, want dat is de tijd die je van me krijgt, inclusief deze week. Als ik nu ga zeggen, van nou cool, ga maar aan de slag. En jullie krijgen het boek voor je neus, dan stoppen jullie na 2 minuten met lezen, dan gaan jullie een beetje YouTube en over 3 weken ben je geen stap verder. Ik chargeer even, want er zijn mensen die wel aan het werk gaan, maar de realiteit is dat het voor een hoop mensen geldt. De realiteit is ook dat de tekst die in het boek staat, te veel is en veelal te groot is. Veel tekst, weinig uitleg, dat helpt je niet op gang. Dus wat we in plaats daarvan gaan doen, vorig jaar heb ik diverse opnames gemaakt die gericht zijn op de inhoud van het boek. In die opnames doe ik de dingen die je in het boek moet doen, alleen dan niet alles 2 keer. In het boek doe je alles 2 keer, ik heb alles 1 keer gedaan. Eentje gericht op die eerste 5 hoofdstukken, maar ook met een uitleg hoe het boek werkt en wat we ongeveer gaan doen. En eentje gericht echt op alle hoofdstukken 1 tot en met 10. Die ga ik vandaag met jullie delen als klas, klassen. En die kun je gebruiken voor jezelf als ondersteuning om verder te komen dan je nu bent. Ik ben hier in deze ruimte om vragen te beantwoorden. Ik ben hier in deze ruimte om te ondersteunen en feedback te geven. Om je waar nodig aan het werk te zetten. Maar ik doe een groot beroep op jullie zelfstandig functioneren. Dat wil zeggen, als jij ervoor kiest om hier niks te doen, dan ben je in juli niet klaar. En daar voel ik me dan ook niet verantwoordelijk voor. Dat kan ook niet. Jullie zijn klaar met je stage, jullie zitten in het laatste half jaar van je opleiding. Jullie moeten op het punt zijn dat jullie gewoon meters kunnen maken richting je diploma. Zonder dat ik daar continu achteraan loop te rennen. Jullie moeten dat zelf gaan doen. Ik vind het een redelijke verwachting om dat zo te zeggen. Zeker omdat jullie stage hebben gelopen en als het goed is een iets betere werkhouding hebben daardoor. En zo niet, dan heb je daar dus nog werk te verzetten. Dat is nummer 1. Ik ga die filmpjes delen. Ik ga denk ik een teamsite maken waar ik alles in zet. En daar maak ik jullie lid van. Wat dus ook betekent dat we gebruik maken van Teams voor dit vak. Dan verder, het examen aan zich. Weten jullie er al iets van de examens? Nooit ervan gehoord. Niks. Awesome. Nou, dan gaan we daar iets van opheldering over geven. Daniel. Vak. Wesley. Jij ook, hè? Vind je? Ik vind voor een klas waar nu pak een beetje 50 man in zitten, dat heel rustig is hoor. Maar we gaan door. Je hebt het werk gewoon klaar. Wat ga je dan? Stuk of 8. Het collega. Laten we een afspraak maken. Je bent nu op school. Je werkt na je diploma toe. Dat betekent ook dat je een klein beetje serieus bent met dit vak. Goed? Oké. Dat ook serieus, maar. Oké, dat je serieus gericht bezig bent met je opleiding. Misschien beter, hè? Okay. Hey, de examens. In grote lijnen hebben die 2 thema's. 1 thema is service desk. Dat is een examen van 5 uur en een examen van 3 uur. Waar je... Laatste waarschuwing is fair game, toch? Ja? Oké.
twee examen service desk. Gericht op behandelen van ICD-meldingen, doorzetten en dat soort dingen. Maar ook gericht op een stukje praktijk, telefoongesprekken en dat soort dingen. Kan een van mijn andere collega's jullie meer over vertellen en gaat hij ook doen. Het andere examen is kerntaak 1, dat is mijn feestje. Samen met nog wat andere mensen, maar dat is waar ik jullie voornamelijk op ga voorbereiden. Het kerntaak 1 examen bestaat uit werkproces, uit onderdelen, 3 in totaal. Dat examen duurt in totaal 12 uur. Verspreid over 2 dagen. Over het algemeen. Het eerste werkproces richt zich op hardware. Iets met een computer, waar je dingen mee moet doen. Het kan zijn dat er iets stuk is, het kan zijn dat je iets moet uitbreiden. Als jullie daar bij de docent die dat vak gaf, veel tijd in energie hebben gestoken om daadwerkelijk dingen te doen, is het super makkelijk. Als dat niet zo is, dan kan ik daar nog wel een keer een rondje uitleg over geven, want de grap is dat het monsteren op het Wissensmens systeem eigenlijk maar 4 stappen is. Dus dat kan ik jullie nog wel meegeven, maar dat gaan we niet doen. Je hebt een ander werkproces, daar is dat Deep Dive Networking vak voor. Dat is gericht op het inrichten van een bedrijfsnetwerk. Over het algemeen praat je dan over een firewall voor beveiliging, die aan bepaalde eisen voldoet. Je praat over een netwerk waar IP-adressen uitgedeeld worden en dat soort dingen. Dat is normaal binnen een netwerk. En je praat over iets met wireless. Daar gaan we gericht op trainen. Jullie hebben anderhalf jaar of een jaar lang hebben jullie lessen gehad over netwerken. En dat wat in die lessen zit gaan we nu vertalen naar een praktijkopdracht waar je het gaat toepassen. Dag in, dag uit. En daar gaan we gewoon heel gericht oefenen. Derde werkproces is ook de grootste, daar staat 6 uur voor. Eigenlijk is het de tweede, maar de derde, degene waar we nu voor zijn, is Windows Server. Daar moet je in principe gewoon een kantooromgeving inrichten. Dat wil zeggen, je moet een server inrichten. En wanneer je een server inricht, dan heeft hij eigenlijk altijd wel een Active Directory met allerlei informatie erop. Je zult waarschijnlijk iets van een werkplek moeten koppelen. Dat klinkt allemaal als hoofdstuk 1 tot en met 5 als je zo ver bent gekomen. En dan zul je misschien nog wat extra dingen moeten doen. Gebruikers aanmaken, een logische structuur. Weet je gewoon, hoe ziet een bedrijfsnetwerk eruit? En de grap is, ik kan dit zo zeggen zonder dat we praten over de inhoud van het examen. Omdat ieder bedrijfsnetwerk waar een server staat, dezelfde opbouw heeft. Je hebt een server, dat is een domeincontroller, die is de baas van het netwerk. Doet meestal iets met IP-adressen uitdelen. Doet meestal iets met gebruikers en met groepen en security. En meestal koppel je daar een werkplek aan en heeft dan een printer of wat shares of zo. Dat is een standaard bedrijfsnetwerk. Dus daar kunnen we het gewoon over hebben. En dat is waar we jullie op gaan trainen. 6 uur de tijd. Waar ik jullie op wil trainen is dat jullie binnen 3 uur kunnen. En dat kan makkelijk. Als ik het hele boek in 2 uur kan bouwen, dat is waar met iets meer ervaring, dan kunnen jullie ook in een eenvoudige omgeving in 3 uur bouwen. De reden dat ik daarop wil richten met jullie is heel simpel. Als er iets vreselijk hard fout gaat in je omgeving, zeg op uur 2, dan heb je nog 4 uur de tijd om te herstellen. Als je aan het einde van de rit in rook opgaat, kun je opnieuw beginnen en ben je op tijd klaar. De realiteit is, als je dit goed oefent en als je als je weet wat je doet, begrijpen gaat misschien nog een stap verder, maar als je weet wat je doet en deels ook waarom je het doet, en je oefent dit goed, dan kun je zo'n omgeving, een kleinschalige omgeving, 1 server, 1, 2, 3 werkplekken, kun je gewoon binnen 2 uur bouwen, binnen 3 uur bouwen. Bezig. Daar gaan we. Ik ben nooit verder gekomen dan hoofdstuk 1, en ik ben 1,5 jaar verder. Ja, dat is inderdaad een uitdaging. En ik wens je daar heel veel sterkte mee, want ik voel me daar niet heel erg verantwoordelijk voor. Maar, dan doen we even een... ja, tuurlijk wel. Want, wat heb ik net verteld? Wat staat er op YouTube? Een expliciete uitleg over hoofdstuk 1 tot en met 5. Wat doe je daar? Waarom doe je dat? Wat is daar belangrijk aan? En hoe doe je dat? Die uitleg, die kun jij volgen. En terwijl je die uitleg volgt, kun je meebouwen. Dat is nummer 1. Dus ik bouw ook in die uitleg. Ah, zeker. Nummer 2, en dit is veel belangrijker. Als je die filmpjes kijkt, dan gaan er dingen zijn waarvan je denkt, waarom doe ik dit? Wat ben ik hier aan het doen? Of help, ik snap het niet. Die vragen gaan jullie opschrijven. Want als 10 mensen in de klas hetzelfde ding niet begrijpen, of 20 mensen of whatever, dan is het voor mij zinvol om daar misschien even 10, 15 minuten aan te besteden. Klassikaal, zodat iedereen weer door kan. Ik ben over het algemeen goed bereikbaar. Dat wil zeggen, mijn 06-nummer staat in mijn handtekening. Ik gebruik Teams. Mijn mail hou ik niet bij buiten werktijd. Maar als je echt urgente vragen hebt omdat je ergens vast loopt, dan mag je me benaderen tussen 7 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Haal er alleen wel rekening mee als ik niet hier ben,
wat met name de maandag en de dinsdag is en s'avonds natuurlijk, dat ik misschien wat langzamer reageer, maar ik vind het geen punt als je me vragen wil stellen, ook buiten schooltijd. Maar dat is het stukje wat je van mij terugkrijgt. Ik begrijp dat jullie, hoe zal ik het zeggen, meters of kilometers moeten maken in sommige gevallen. En ik vind dat volledig je eigen verantwoordelijkheid en je eigen schuld, dat je maar wat moet doen in het eerste jaar. Maar als een stukje tegemoetkoming stel ik mezelf beperkt beschikbaar via WhatsApp voor het beantwoorden van vragen. Ja? Dat gezegd hebbende, ik laat hem nog even niet binnen, want iets met de tijd komen. Voor vandaag wil ik voorstellen. Nee, eerst even in kaart brengen. Wie hier is het vorig jaar inderdaad gelukt met de lessen die er geweest zijn, om laten we zeggen tot hoofdstuk 5 of verder te komen? Het lijkt wel van de klas die les heeft gehad van mij. Oké. Daar bedoel ik verder niks mee overigens. Wie hier is er tot hoofdstuk 3 gekomen? Nou ja, als je hoofdstuk 5 gehaald hebt, heb je 3 al gehaald. Niet, oké. Hoofdstuk 2? Ik weet het niet, misschien wel niet. Hoofdstuk 1? Ik weet het niet. Ik ben niet verder gekomen, dus ik weet niet of ik dat zeg. Oké. Kijk, tot hoofdstuk 1 komen betekent dat je ooit het boek hebt opengehaald. Dus mensen die daar misschien zitten hebben opgestoken, die zouden misschien ook een opleiding moeten zoeken. Oké. Even concreet. We hebben een groep die is al best wel goed bezig. En die groep wil ik adviseren. De dingen die veel voorkomen in bedrijfsnetwerken en die de aandacht verdienen. Is het vullen van je Active Directory. In het boek is dat volgens mij hoofdstuk 8 of 9. Het inregelen van printers, dat is volgens mij het laatste hoofdstuk in het boek. Heel leuk. En daarbij zorgen dat je iets van shares kan maken. Dat zijn wel essentiële vaardigheden naast hoofdstuk 1 tot en met 5. Als je denkt, het is zo lang geleden, ik kom zo bij je. Als je denkt, het is zo lang geleden dat ik dit gedaan heb, ik wil het opnieuw doen. Om het weer even op te frissen, dat is misschien zelfs nog wat beter gezien we nog 3 weken de tijd hebben. Zou mijn advies zijn, pak inderdaad die stream erbij van hoofdstuk 1 tot en met 5 of hoofdstuk 1 tot en met 10. En bouw mee. Als je nu al begint met het herhalen van die vaardigheden die je vorig jaar hebt opgedaan. Dan gaat het maken van die projectjes die we hierna gaan doen op kleine schaal. En vervolgens het maken van een omgeving in een examen heel veel makkelijker. Daarin is het aan jullie de vrije keuze wat jullie doen. Die jongens die hopeloos achterlopen. Ik zoek hem nu even op. Ik bedoel het. Kijk, het lijkt nu hopeloos. Het lijkt uitzichtloos. Het risico is ook dat het zo blijft. Als je er zelf niks aan doet. Kijk. Hij is pink. Hij is voor de white. Dit groep is special needs, met liefde gezegd. Is er allemaal erbij? Nee? Luister even goed. Even rustig. Ik ben er kritisch over, omdat de kans voor succes niet bij mij ligt, maar bij jullie. Kijk, als jullie zeggen, moeilijk, je moet bereid zijn om nu inzet te leveren. Als je bereid bent om die inzet te leveren, kun je in 3 weken tijd niet alles leren wat je moet leren, maar wel een groot deel van de schade herstellen. Alleen jullie moeten dat doen. Ik kan je daar niet echt bij helpen. Dus je wilt zeggen 3 weken elke dag? Nee, 3 weken gewoon 2 dagen in de week. Ik denk dat het slim is, als jij geen lessen hebt, dat je er wel aan leert. En je moet ook bedenken, ik begrijp dat een hele hoop van jullie hebben een bijbaantje. Een hele hoop van jullie hebben iets wat op een sociaal leven lijkt. Wat ik op zich heel knap vind voor een IT'er, maar super. Maar je moet ook keuzes maken. Wil je je opleiding op tijd afronden, dan moet je misschien nu de afweging maken om iets te doen wat jullie vorig jaar niet gedaan hebben. Dit is even een aanname. En dat is je maximaal inzetten om de dingen te leren die je moet leren. En ik kan daar niet bij helpen, want ik ga niet thuis naast je op de bank zitten. Ik heb daadwerkelijk ook een leven en een gezin en zo, dus het gaat me gewoon niet doen. U wordt gewoon opaken. Ik ben altijd boven met mij bezig. Ja. Moet ik me bewapenen als ik langskom of ben ik veilig? Nee, maar flauwigheid tezijde, het is aan jullie om daarmee aan het werk te gaan. Heel even, achterin was er een vraag. Je wilt wat vragen? Heel even, hard of even.
Sorry, wat zeg je? Hoofdstuk 8 komt erbij helemaal niet te doen. Nee, dat klopt. Dit is wel belangrijk. Ook in de film sla ik het over. Hoofdstuk 8 is een heel tof hoofdstuk als je in grotere bedrijfsomgevingen werkt. Maar wat daar gebeurt in hoofdstuk 8, het voorbereiden en aanbieden van systemen via het netwerk, gaat ruimschoots voorbij aan wat jullie zouden moeten kennen en kunnen, als in ieder geval 3 studenten. Dus, dat laten we buiten beschouwing. Ik wil nog 1 ding afspreken, concreet. Ik begrijp dat sommigen van jullie het somber inzien. Ik begrijp dat sommigen van jullie misschien gedemotiveerd zijn. Of dingen vinden over hoe het vorig jaar gegaan is. Wij zijn hier nu om jullie naar je diplomering te helpen. Blijven hangen in oud zeer en daarover gaan klagen, draagt niet bij aan het zetten van stappen. Dus wat je ook vindt, hou het voor je hier in de ruimte. Ga het er niet over hebben. En richt je gewoon op dat wat je wel moet doen, het halen van je examen. Mooie woorden. Mooi gezegd. Ja, goed. Ik vind het heel leuk dat jullie er een geintje van maken, maar ik ben het doodserieus. Als je hier gaat zitten en je blijft klagen over, oh mijn god, ik heb vorig jaar niks geleerd, want... Ja, dat kikkertje eruit, dan zoek je het maar uit. Duidelijk? Oh, oké. Okay. Met liefde gezegd, maar dan weet je wat te verwachten. Als ik deze links nu met jullie deel, want hij lijkt, dit wil ik nog laten zien. Even voor die mensen die vorig jaar geen les van mij gehad hebben, dat zijn er denk ik een stuk of 15 die er nu zijn, 10, 15. Vorig jaar ben ik iedere dinsdagavond bezig geweest met het aanbieden van lessen online. Daar zijn dingen uitgekomen. Als je elektrotechniek nog moet doen, is misschien handig om dingen te kijken. Die router, maar ook Windows Server, maar veel interessanter voor jullie. Deze, Windows Server, Intel uitleg van hoofdstuk 1 tot 5. 1 uur en 52 minuten. Dan heb je gewoon alles als het goed is. Dan heb je hoofdstuk 1 tot en met 5 inclusief een fatsoenlijke uitleg gehad. Maar naast deze... hebben we ook nog deze, van 1 uur en 15 minuten. In deze bouw ik gewoon met alleen de naam Windows Server, bouw ik de volledige omgeving, minus hoofdstuk 8, in 1 keer op. En dan laat ik kort zien hoe je het doet en waarom je het doet. In die onderste, Windows Server, Intel uitleg in hoofdstuk 1 tot 5, geef ik meer informatie en details over die hoofdstukken terwijl ik het bouw. Als je die volgt, ben je eigenlijk gewoon goed voor het examen? Nou, nee, als je die volgt, dan heb je de basis 1 keer gedaan en je moet eigenlijk nog 2 of 3 keer doen voordat je hier met de projecten start, want anders weet je nog steeds niet wat je doet. Dit ga je herhaaldelijk doen. En dat betekent dat je daar gewoon even zoek mee bent. Ja. Zijn hier op dit moment vragen over of kunnen jullie zo aan de slag? Wat een soort van doodse, ik zie het niet zitten, was mijn leven maar over stilte valt er nu zeg. Ik was wel in de depressie, gewoon een beetje op. Nu komt hij terug met net overheen naar de stage. En dan vervolgens blijkt over 4 weken dat je dit toch zien wel een beetje kan. En dan is het ook weer af. Je moet alleen nu verblijven. Mensen, heel even. We gaan aan de slag. Je mag in deze ruimte zitten waar je wil. Als je vragen naar mij hebt, dan kom ik naar je toe. Dat lijkt mij redelijk. Als je geen vragen aan me hebt, verwacht ik dat je serieus aan de slag bent. Ik ben geen politieagent, ik ben niet je vader, ik ga je niet achter je kont zitten. Dat moeten jullie zelf doen. Duidelijk? Yes. Yes. Dank voor jullie tijd. Ga aan de slag, we gaan straks na de pauze. Gaan we even een klein stukje vertellen over de router. En dan gaan we door. Succes! Het is mogelijk van je test.